goed. Leuk dat jullie kijken bij een nieuwe vlog. Ik ben nu in Breda bij Leon Kuipers en hier heb ik springtraining. En rappatapata, ik heb training met Mailstream Scaletto. Deze kennen jullie nog niet. Dit is een fantastische merrie. Ze is op dit moment drachtig, maar we gaan er optrainen voor de e-bob. Die is eind januari, over een maand dus. Zouden we daar heel graag willen slagen en dan gaat ze lekker focussen op de knappe veulen die er aankomt. En ik ga ook nog vandaag trainen met Mailstream Scorenbloem. Die kennen jullie natuurlijk wel van de eventing en vandaag gaan we lekker springtraining doen. Dus ik heb er zin in, want dit is in de coronatijd het uitstapje van de week. Dus de paarden vinden dit ook erg leuk. Zie je die vrolijke koppen? Preparate! Korenbloem, korenbloem, korenbloem. Nee! Wij doen jonge paarden altijd van tevoren even logeren, zodat het gekke randje er een beetje af is. En dan is het gewoon wat veiliger om met jonge paarden aan de slag te gaan. Zijn ze heel braaf aan een logeerlijn, logeren we maar heel kort en doen ze een beetje gek. Dan doen we iets langer, zodat we daarna lekker veilig kunnen gaan rijden. Ik zit ondertussen op Mailstream Scorenbloem en ben begonnen met de les bij Leon Kuipers, mijn springtrainer. En mama doet ondertussen Mailstream Scaletto al een beetje logeren, zodat ik daarna gelijk door op Scaletto kan. Ja, en je hoort die Leon zeggen, gewoon gaan Christine, dan kom je maar een keer wat minder mooi. Nou, hier kom ik wat minder mooi, maar dat is dus helemaal niet erg, want zo leer je jonge paarden juist gewoon fouten maken is niet erg. Daar leren ze juist van en dat moet ik zelf wat beter gaan leren, dat ik niet overal perfect hoef te komen, want dat fouten maken soms helemaal niet erg is. Zo ja, tada.
als ik wil gaan lessen, dan wil ik er vaak het liefst meerdere meenemen. Zodat ik gewoon weer veel tips krijg en weer veel heb geleerd. Dus daarom zorgde de mama ervoor dat Colette wel klaar stond en dat ik gelijk op de volgende kan. Bedankt, mam. Oh ja, en kijk heel even hoe mooi Niels Teams Coletto is. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. Zitten lekker op. Colette mag gelukkig lekker binnen. Dat was echt fijn. En nu is het al bijna donker aan het worden. Maar het is wel mooi, hè? We gaan lekker de vrachtwagen op. Kornbloem staat al op de wagen. En dan kunnen we weer naar huis. Ondanks dat 2020 met de corona voor iedereen zo ontzettend moeilijk was, wil ik toch nog heel kort even terugblikken op mijn 2020. Ik heb een paar gave wedstrijden mogen doen. Veel werd er afgelast, maar een paar gingen erdoor. 20 begon met een goede knaller, namelijk met Mailstreams Galante en de Ladies Cup. De Ladies Cup was een hele gave springwedstrijd en om die te mogen winnen was echt zo bijzonder. Als 15-jarig meisje, al die grote naam, om als 15-jarig meisje al die anderen te verslaan, dus daar was ik echt super trots op. Helaas door de corona werden er een aantal internationale eventingwedstrijden afgelast. Maar gelukkig gingen er ook een paar door. En heb ik gewoon een paar prijzen op internationaal niveau behaald. En dat was wel super vet. Zoals Chardy, Dutch Open Eventing. Dat waren ook wel echt hoogtepunten. Maar het allergrootste hoogtepunt van 2020 was natuurlijk de Nederlandse kampioenschappen met Ted. Want we werden gewoon Nederlands kampioen. En dat was echt een droom die uitkomt. Dus ondanks de corona was mijn sportjaar nog best wel goed gegaan. En hoop ik in 2021 nog meer wedstrijden te gaan rijden. En nog meer prijzen te gaan behalen. Want in 2021 heb ik weer andere doelen klaarstaan. En we gaan er weer voor. Want ik heb er alweer zin in. Dus wat ik nog tegen jullie wil zeggen is een hele fijne jaarwisseling. Ga je droom achterna in 2021. En hopelijk komen we elkaar nog een keertje tegen. Bedankt voor het kijken naar deze video. En wij... Ik en Daphne, Daphne, kom eens even in beeld. Dit is vriendin, wij gaan nu even de laatste workout van 2020 doen. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!